Ja, even goed uitademen, denk ik. Zo! Gefeliciteerd. Dankjewel. Wat een spektakelstuk, man. Ik moet op mijn woorden letten, dat weet ik. Ja. Maar ja, spektakelstuk. Ik denk dat dit een mooie affiche is voor cricket in het algemeen. Maar ook voor eerste wedstrijd op Nederlandse televisie. Ja, wedstrijden als dit krijg je niet heel veel. Wij waren er blij mee, maar jullie terecht waarschijnlijk nog veel blijer. We hadden het er vanmorgen al over. Voor het eerst op tv, noem maar op, daar zat van alles omheen. Maar uiteindelijk is het een dag geweest waarin ook letterlijk alles zat. Ik bedoel, in jullie betting innings op 30 voor 0, 48 voor 1 denk je, nou mooi, er gaan er 270 komen. 10 ballen later 52 voor 4. Wat heb jij allemaal meegemaakt vandaag? Een heleboel. Laat ik het zo zeggen, in het begin werd je comfortabel wat je zegt. Ik denk dat we heel goed begonnen. Vervolgens teleurstelling en misschien wel boos van wat nou, niet zozeer wat zijn we aan het doen. We wisten dat het moeilijk was om op te beginnen met betten als je net in bent. Maar ja, je mag niet 4 wickets verliezen voor, wat is het? 5 runs natuurlijk, ja, ik weet niet wat het was. Nou, en vervolgens Bas en Sakib die met gewoon verstandig spel ons terug in de wedstrijd brengen. En Logan en Tim aan het eind, dat is eigenlijk de kerst op de taart. Dat je er 195 maakt van de positie waar we halverwege waren, daar ben je dan heel blij mee. En ik denk dat je dat momentum neem je eigenlijk meteen mee in je fielding innings. Ja. Ik praat nu heel lang, maar dat geeft niet. Dus dan ben je weer blij, dan ben je weer on top. Vervolgens speelt Ierland het gewoon heel goed. Ik denk dat wij niet eens heel slecht bolden, maar ik denk dat vooral zij gedisciplineerd een heel goed betten lieten zien. Maar ja, we waren altijd wel in de wedstrijd. En ik denk het wicket van Stirling toen dat viel. Ik ga niet zeggen dat draaide de wedstrijd om, maar dat is wel... Jouw vang, zeg ik er dan maar bij. Ja, was mijn vang, dat klopt. Maar ik denk dat we toen... hadden we weer het geloof dat we konden winnen. Ik denk dat dat het verschil maakt. Ja, want dat is ook... je hebt hun op 11 voor 3. Ik riep misschien wel wat te euforisch, maar van een wedstrijd die je kon winnen... is het nu een wedstrijd geworden die je niet mag verliezen meer, bijna op die stand. Dat gaat wat verder, weet ik wel, maar... Zo staan jullie natuurlijk ook wel een beetje. En dan zie je hun weer langzaam weglopen en dan moet je weer... Er zat werkelijk alles in. Ja, maar dat... Ik bedoel, cricket duurt een hele dag. En in zo'n hele dag zijn er een heleboel ups en downs. Echt een rollercoaster ride. En ja, die hebben we vandaag met z'n allen meegemaakt. En ja, wij hebben aan het langste eind getrokken. Daar mogen we echt heel blij en uiteindelijk ook heel erg trots op zijn. Ja, in hoeverre is dit ook allemaal nog bij te houden als captain? Want jij staat, behalve dat je voortreffelijk bood vandaag... Moet je ook nog rekenen, die heeft er nog 2, die heeft nog 1 over, die heeft nog dit. Ik bedoel, was dit zo uitgedacht of ga je dat zo op het einde pas beslissen? Niet zo uitgedacht, maar op een gegeven moment denk ik dat je vanaf dat wicket van Stirling, daar gooi je eigenlijk al je troefkaart een beetje in de mix om te zorgen dat je dat wicket krijgt. Dat gebeurt en dan ga je pas nadenken, maar uiteindelijk... Omdat zij goed bij de runrate bleven, is dat het niet... Ja, je moet, het enige wat we konden doen is gewoon steady bowlen en dat hebben we gedaan. Ja, dat het zo uitkomt, dat is alleen maar mooi, want de captain is alleen maar zo goed als zijn bowlers bowlen op dat moment. En op dit moment ben ik een hele goede captain. Ja, dat klopt. Ik ga je niet uit het moment halen, want dit is best iets om nog even van na te genieten. Maar wat betekent dit voor jullie? Ik bedoel, wat bevestigt het bijvoorbeeld voor jou of voor het Nederlandse cricket? Dat je nooit uit de wedstrijd bent. Ik denk dat wij wel eens wedstrijden hebben gehad dat wij heel hard hebben gevochten, maar toch niet aan het langste eind trokken. Omdat we misschien of te snel opgaven of toch niet die killersmentaliteit hadden. En ik denk vandaag dat wij die vechters laten zien. Voor Ierland hoef je dus niet bang te zijn, maar dat wisten we al. Maar ik denk dat dit creëert geloof. Dit creëert, nou, niet hoop, maar... geloof in eigen kunnen. En dat, ook voor die 2 die nog komen. Voor we zijn nog lang niet klaar. Dus je mag even genieten, maar het is natuurlijk ook weer op naar vrijdag. Maar je moet inderdaad bij het moment stil blijven staan. We hebben een hele belangrijke en een goede wedstrijd gewonnen. En je staat letterlijk 1-0 voor. Ja, dat is het dan ook wel weer. Zo zakelijk ben je ook wel. Vrijdag zijn we terug. Met, dat is natuurlijk ook, de neiging zal zijn, nou jongens, alles is geklopt, we veranderen niks meer. Nou ja, zo makkelijk is het niet. Nee. Maar ik denk dat fysiek ook gewoon veel. Toch? Ja, en het was een warme dag. Ik denk ook nog een vrij zwaar veld van alle regen die hiervoor gevallen is. Maar ja, gelukkig zijn het fitte jongens. En vanavond eerst even in laten zinken. Morgen misschien rustig trainen. Misschien wel betten oefenen. En dan staan we er vrijdag weer. Jezelf. Ook mezelf, ja. Dankjewel. Ga er vooral nog wel even van genieten. Dankjewel.